Dus goedemorgen allemaal, ik ben Katrien. Ik werk voor Toolnet, Technologie ondersteund levenslang leren. En wij zijn een onderdeel van Klassement. We zullen ook eventjes onze video's aanzetten, zodat jullie weten wie er tegen jullie aan het praten is. Naast mezelf zitten ook collega's achter de schermen, zijn Jan, zijn Davy, die nog niet op het scherm komen. Voilà. Tina, alle drie collega's van Klassement die jullie vragen zullen beantwoorden. En Inge Donkervoort, onze collega uit Nederland, laat ik maar zomaar zeggen, van D-Learning, die ook een stukje van de presentatie voor haar rekening zal nemen. Dus het webinar wordt georganiseerd door drie partijen, Klassement, Toolnet en D-Learning. Zelfevaluatie en formatief toetsen. Voordat we het thema gaan aansnijden, zou ik jullie willen vragen om op de poll in welk onderwijsniveau ben je werkzaam heel eventjes te antwoorden. Normaal komt die poll standaard op je scherm. Ik zie dat dat goed gaat, want ik zie getalletjes binnenkomen. Dat is voor ons handig om ook straks voorbeelden aan te reiken, dat we een beetje weten wie er aan de andere kant zit. Dus als je nog niet gestemd hebt, stem dan heel eventjes. Ik zie dat we met alweer meer dan 100 deelnemers in deze webinar aanwezig zijn. Zeer fijn. Oké, ik zie dat er 88, 90 mensen hebben ondertussen geantwoord. Ik ga de poll eindigen. En dan zie ik dat er... ik zal ook het resultaat met jullie heel eventjes delen. Dus we zijn met 23 mensen van het lager onderwijs. We zijn met 1 iemand van het buitengewoon lager onderwijs. Secundair onderwijs heeft een klein beetje de bovenhand. 42 mensen van die gestemd hebben. Buzo 1 iemand. Volwassen onderwijs 14. En andere, dan denk ik aan hogescholen, universiteiten of bedrijven die ook deelnemen. Fijn. Dan weten wij een beetje wie er deelneemt. Zelfevaluatie en formatief toetsen. Zoals jullie weten, staan we volgende week voor een nieuwe uitdaging in tijden van corona, dat we overstappen van naar het pre-teaching tijdperk. En pre-teaching is toch wel ook een beetje formatief toetsen van ja, hoe ver staat de leerling. En zelfevaluatie, dat de leerling ook weet van ja, ik heb die oefening hier goed gemaakt of waar kan ik nog in groeien. Dus vandaar dat we dachten, we gaan daar een apart thema van maken, dat toch wel iets meer aandacht krijgt dan in de standaard webinars dat we de voorbije weken hebben gedaan. Er zat wel een klein stukje in, maar niet de overgrote meerderheid. Waar gaat het eigenlijk over? Ja, het gaat er eigenlijk over om ICT in te zetten, om het leerproces zichtbaar te maken. Hè. We zijn een beetje nu gedwongen om allemaal met ICT aan de slag te gaan. Sommigen deden dan al heel veel, anderen zijn dat eerste stapjes geweest de voorbije weken. En dan komt nu het nieuwe tijdperk aan van, ja, ik moet nieuwe leerstof gaan aanbieden. Ik mag daar eigenlijk geen echte toetsen doen. Ik mag niet punten gaan geven, maar ik wil wel weten van, ja, hoe ver staan mijn leerlingen als ze dat doornemen? Nemen ze dit door? Dat is ook een andere vraag die we gaan meepakken. Hoe kan ik dat controleren als ze toch wel aan de slag zijn? Dat we de leerachterstand beperken. En de bedoeling is wel, als de scholen terug open gaan, dat je dan de aangereikte nieuwe leerstof die in de volgende week of weken zal aangeboden worden, dat die terug herhaald gaat worden. We gaan dat doen aan een aantal voorbeelden. Zowel voorbeelden van hoe het aangepakt wordt, voorbeelden van tools, na- en voordelen van digitaal toetsen. Dat komt allemaal vandaag aan bod. We hebben 3 leerdoelen vooropgesteld voor jullie tijdens dit uurtje. Het eerste leerdoel is, ja, hoe kan je dat zichtbaar maken door... het proces van leerlingen zichtbaar maken door middel van digitale toetsen en evaluatie. Een tweede is welke vormen zijn er allemaal. En dan gaan we kijken naar het werk van Robert-Jan Simons. We gaan uiteraard ook kijken naar welke tools of welke programma's kunnen mij er allemaal bij helpen bij het zelfevaluatie en bij formatief toetsen. En als laatste deeltje zal Inge jullie een blik geven in... hoe kan ik dat nu opvolgen? Wat is Learning Analytics? Wat zijn de mogelijkheden toekomstig daarvan? Wat zijn er nu al van mogelijkheden daar? Dat
het stukje, het luikje van opvolgingen. Dus dat staat er op het programma voor vandaag. En voordat we dit gaan doen, ga ik jullie nog eens heel even een poll lanceren. Iets te snel. Een aantal vraagjes op het scherm. Aan de ene kant toetsing aan het eind van het onderwijseenheid, dus aan het eind van een thema of het eind van een hoofdstukje, levert een student het meeste inzicht in zijn kennis en vaardigheden. Denken jullie dat dat ja of nee is? Dus je mag daarvoor stemmen. Een tweede vraag is een digitale toets. Een toets die digitaal wordt afgenomen kan alleen bestaan uit gesloten vragen. Welke tools zijn geschikt voor... En daar staat multiple choice, dus je kan meerdere antwoorden bij de derde vraag aangeven. Ik zie dat Sarah zegt, ik zie de polls niet, die zouden automatisch op jullie scherm moeten komen. Nee, het zijn polls die standaard op over je scherm komen, dus het heeft niks met Mentimeter nog niet te maken, dat komt straks. Als je ze niet kan zien, vermoed ik dat het aan de browser ligt, waarin dat je deelneemt, of dat je misschien in de app deelneemt, dat zou ook kunnen. Maar ik ga sowieso de vragen zo dadelijk herhalen. Iemand zegt in de Q&A, indien geen antwoord mogelijk, omdat ik er niet, nog niks van ken. Geen enkel probleem dat je niet kan meestemmen dan. Dat is ook een beetje de insteek van, ja, hoe ver staan jullie, wat weten jullie al, is hier een beetje de bedoeling van. Ik zie dat er ondertussen een 90 mensen hebben ingediend, dus ik ga de poll ook eindigen. Dus een meerderheid van de mensen, 80% heeft... de vraagjes beantwoord. Het eerste vraagje, toetsing aan het eind van een onderwijseenheid, dus een thema, een hoofdstukje, levert student het meeste inzicht in zijn kennis en vaardigheden? En dan zie je dat daar 37 mensen zeggen van ja en 56 mensen zeggen van nee. We gaan er straks op terugkomen. Een digitale toets die afgenomen wordt, kan enkel bestaan uit gesloten vragen. Er zijn 9 mensen die zeggen van ja en 84 zegt nee. Misschien daar al op ingaan dat inderdaad veel meer mogelijk is dan enkel gesloten vragen. Daar gaan we straks uitgebreider op terugkomen. Welke tools zijn geschikt voor studenten zelf evaluatie mee te laten doen? Flashcards, wat dat juist is, als je dat nu nog niet kent, geen enkel probleem, kom ook straks op terug. Kahoot quizzes. Kahoot, denk dat dat de meest gekende is. 77% of 77 mensen hebben ook dat aangegeven dat dat mogelijk is. Quizzes is het tegenhanger, heeft meer Nederlandstalig materiaal aan boord dan Kahoot. Maar het komt op hetzelfde ongeveer neer. Socrative is ook een tool die mogelijk is om te gebruiken. Daar gaan we straks ook dieper op ingaan. Xerte is een tool, H5P is een tool. En er zijn nog heel veel tools uiteraard die dat ook in aanmerking komen. Dus daar gaan we straks ook op terugkomen. Ik ga jullie nog 1 extra vraagje stellen. Alvorens dat we doorgaan met de presentatie. Hoe ver ga jij met de analyse van jouw toetsen? Ja, ook daar zijn meerdere antwoorden mogelijk. Ik bekijk het eindresultaat en vergelijk dit met voorgaande jaren. Ik bekijk wat de score is op de afzonderlijke vragen. Ik vergelijk de onderlinge resultaten van de klassen. En ik analyseer mijn toetsresultaten niet. Ik geef jullie weer heel eventjes tijd. Mensen die de poll niet zien, dus wat doe jij? Ga jij je toetsen analyseren of ga je ze niet analyseren? Ik zie dat ondertussen ook Natasha heeft laten weten dat ze het met Edge doet en Sarah met Firefox. Dat zou de reden wel eens kunnen zijn dat de polls niet doorkomen. Maar we gaan dat naar de volgende keer
erbij vermeld dat beter Chrome is om te gebruiken. We gaan de poll weer eindigen en even de resultaten laten zien. 28 mensen of 27% hebben aangegeven dat ze de eindresultaten bekijken en die met voorgaande jaren vergelijken. 90% zegt van ik ga de score bekijken per afzonderlijke vraag. 36% geeft aan dat ze ook resultaten tussen klassen vergelijken. En 6% geeft aan, ik analyseer niet. Ja, gaan we straks ook op terugkomen. Wat wij heel veel horen, en vandaar ook jullie eerste vraagjes, zijn een aantal meningen, nuanceringen, zoals een van de meningen dat we heel dikwijls horen is, ja, digitaal toetsen, dat kan alleen voor exacte vakken. Dat is iets dat heel veel voorkomt. Een ander is, ja, digitaal toetsen zijn meer keuzevragen en is gokwerk. Ja. Kan enkel met gesloten vragen, kan maar er juist ook aan bod. 6% zei er straks van, ja, enkel met meer keuzevragen. Er zijn heel wat meer mogelijkheden dan enkel gesloten vragen te kunnen geven. Komen we straks ook uitgebreider op terug. Tijdens de toets kunnen studenten op het internet de juiste vragen zoeken. Is ook iets dat we heel regelmatig te horen krijgen. Ja, afhankelijk van welk programma dat je gebruikt, is dat al dan niet mogelijk. Ja. Ook daar gaan we straks op terugkomen als we een overzichtje geven van programma's dat je kan gebruiken of tools dat je kan gebruiken om te gaan toetsen. Het gebruik van digitale toetsen levert veel tijdswinst op. Het invullen zal inderdaad tijdswinst, maar voor een goede digitale toets te gaan maken, of wat dan nu een zelfevaluatie is of een formatieve toets is, maakt niet uit. Kost dat toch wel wat tijd. Maar de winst zit erin bij het nakijken van die digitale toetsen. Dus uiteindelijk heb je er wel winst in, maar eer dat je toets goed op punt staat, heb je er toch wel heel wat tijd in gestoken. Digitaal toetsen is enkel geschikt voor reproductieve kennis. Ook daar hangt het af van hoe dat jij je vragen zelf gaat stellen. En een quiz is enkel met meerkeuzevragen mogelijk. Er kan ook veel meer dan met meerkeuzevragen. Heel dikwijls kan je ook met quiz en video werken of met quiz en afbeeldingen werken. En zo verder komen we straks ook uitgebreider op terug. Dus die nuanceringen wou ik toch wel heel eventjes in het begin al meegeven. Ik ga in de chatbox jullie een linkje zetten naar Mentimeter. En de vraag daarbij is, wat levert volgens jou op als studenten zichzelf regelmatig op eigen initiatief kunnen toetsen? Ja, wat levert het op als ze zichzelf, wanneer als zij willen, kunnen toetsen? Je hebt 3 mogelijke antwoorden dat je kan intypen. Je klikt op submit. En dan gaan we zo dadelijk kijken wat jullie hebben geantwoord. We gaan jullie heel eventjes tijd geven om dat te doen. Er een typen lukt niet, zegt Patricia. Dus als je klikt op de verschillende vakjes, zou je moeten kunnen typen. En als je dubbelklikt in de vakjes, lukt het dan ook niet om met Mentimeter aan de slag te gaan. Ik zie toch dat heel wat mensen al hebben zaken toegevoegd. Mijn woordenwolk groeit. Moest het niet lukken via de link,
Je surft naar menti.com en je volgt dan de code 41 37 89. Dan zou dat ook moeten lukken. Dus als je surft naar menti.com en dan de code gebruikt 41 37 89. Ondertussen zie ik ook in de Q&A dat Dimfra zegt, is dit minder geschikt voor mensen van het onderwijs, het lager onderwijs? De zaken die zo dadelijk aan bod komen zijn voor elk niveau van onderwijs zeker geschikt, Dimfra. Eens we aan de tools beginnen, ga je merken dat we daar ook voorbeelden geven van alle niveaus. Ik zie dat er toch wel mensen zijn die het ook via de code gebruikt hebben. Ja, hem heel eventjes tonen. En ik hoop dat dat bij jullie ook lukt. Dat hij het in het grote scherm weergeeft. Ik zie de mensen nog allemaal aan het ingeven zijn. Misschien nog heel eventjes wachten. Oké, we gaan er een aantal uitpikken. Het scherm zal misschien nog een aantal keer veranderen. Wannes, de code is 41 37 89. Dus je merkt dat je doordat jullie drie zaken konden ingeven, dat Mentimeter daar een woordenwolk van maakt. Nu, we zijn met heel veel mensen die aan het deelnemen zijn. Dus als iedereen zou invullen, iedereen er drie, dan gaan we een gigantische woordenwolk krijgen. Want je merkt dat hij woorden, als daar een andere schrijfwijze is, of dat je dikwijls ook hetzelfde bedoelt, dat hij dat allemaal apart gaat zetten. Hè. Dus je hebt daar wel, als je met grote groepen dit doet, dat jij heel veel kleine dingen gaat zien. Dus je ziet hier bijvoorbeeld staan inzicht, motivatie, zelfkennis, zelfinzicht, leerwinst, zelfevaluatie, zelfreflectie, zelfvertrouwen, dat die groter zijn. Dus dat betekent dat meerdere mensen van jullie dit hebben ingegeven. De kleinere woorden betekent dus dat waarschijnlijk één iemand dit heeft getypt. Maar je ziet dan bijvoorbeeld hier in het licht oranje zelfreflectie, inzicht. Ja, hier staat ook zelfreflectie, dus je hebt daar wel wat werk mee in die zin van je moet dan dat gaan clusteren als begeleider. Waarvoor zou je dit kunnen gebruiken met leerlingen? Wel, je zou ook tijdens een live sessie op die manier, het zijn met een woordenwolk, het zijn met meer keuzevraagjes, die Mentimeter, kunnen vragen om toch wel te weten van, ja, waar ben je mee bezig? Wat heb je tot nu toe gedaan? Waar zit eventueel het probleem er nog in? Dus op die manier zou je het ook kunnen inzetten. Ik zie daar bijvoorbeeld ook staan, goesting om te leren. Dat kunnen we ook weer voor een stuk koppelen aan die motivatie, die toch wel in het oog springt. Ik denk dat het zeker belangrijk is de komende weken dat je inderdaad die gevarieerde materialen zal moeten aanbieden om leerlingen te gaan motiveren. Want dat gaat een heel grote uitdaging zijn om hen zeker te motiveren om die nieuwe leerstof te gaan doornemen en zodanig dat je als de scholen terug open gaan, daar sneller kan doorgaan en kan verdiepen op die manier. Ik ga mijn scherm terug een klein beetje verkleinen. Dan komen we bij de vraagsoorten. Daar straks werd er gezegd van, ja, een van de vragen, gesloten vragen. En er was toch heel wat mensen die zeiden van, ja, dat kan alleen maar met gesloten vragen. Wel, er is veel meer dat uiteraard kan. Dat niet enkel meer keuzevragen een optie zijn om toch wel te weten hoe ver mensen zijn met het doornemen van leerstof. Een van de soorten is bijvoorbeeld een aanwijsvraag. Hier met een kaartje. Bijvoorbeeld duid op de kaart aan waar Parijs ligt. En dat dan op Parijs geklikt wordt, al dan niet een blinde kaart. En dat ze dan uitleg krijgen.
ga nu nog niet te diep ingaan op tools, die komen zo dadelijk wel aan bod. Maar dat zijn onderdelen die zeker kunnen gebruikt worden, die in heel wat tools ook mogelijk zijn. Uiteraard hebben we de enkelvoudige meerkeuzevraag. Dat is een van de bekendste vormen dat mensen die gaan gebruiken. Maar ook daar kan je combineren, zoals je hier op het scherm ziet, met een audiofragment. Leerlingen luisteren naar audiofragment en gaan dan de vraag beantwoorden. Wat heb ik gehoord? Welke persoon heeft bijvoorbeeld een ongeval gehad? Ik denk nu aan een concrete oefening. En zij moeten dan de juiste persoon aanduiden. Uiteraard ook de meerkeuzevragen met meerdere antwoorden juist zijn een mogelijkheid dat je kan gaan gebruiken. Ook daar weer al dan niet met de koppeling audio, videofragmenten, afbeeldingen. Eventueel dat je ook de soorten, de aanwijsvraag, de enkelvoudige meerkeuzevraag, de meervoudige en ook de andere zo dadelijk aan bod gaan komen, kan je bijvoorbeeld ook altijd koppelen aan een video. En bepaalde tools, dat we straks zullen zien, hebben ook die mogelijkheid om de video te stoppen, de vraag te laten verschijnen, eender welk soort type vraagsoort, geantwoord, verder kijken of terug moeten kijken. De vraag komt terug, stel ze terug hebben moeten kijken, juist geantwoord, doorkijken, misschien bij juist antwoord dat je hen enkele secondjes kan doorlaten gaan en zo verder. Ja. Dus je moet het een beetje breder zien dan enkel en alleen dit soort van vragen. Een andere soort vraag is een sleepvraag. Hier met de foto. Je ziet dat zij bepaalde onderdelen in de hersenen moeten aanduiden. Dat kan je instellen als het juist is dat het blijft plakken of dat het, als het niet juist is dat het opnieuw naar beneden springt en dat het op die manier enkel blijft plakken als het op de juiste plek wordt gesleept. Dat zijn instellingen per tool aanpasbaar. Invulvragen zijn uiteraard ook invul- of gatentekst. Kan uiteraard ook en daar heb je ook meestal meerdere mogelijkheden. Het voorbeeldje dat we hier laten zien is een voorbeeldje waar leerlingen moeten typen. Maar misschien, zoals Dimfna er juist vroeg, van ja, in het lager onderwijs is dat misschien net een drempeltje te hoog om altijd te laten typen. Dus kan het ook zijn dat je de invulvraag kan een sleepoefening gaan maken. Leerlingen moeten de juiste woordjes naar de juiste plaats gaan slepen. Je kan ook bij heel veel tools gaan werken met hints, zodanig dat ze een hint, een letter kunnen vragen. En dat kan een beginletter zijn, dat kan een eindletter zijn, afhankelijk van hoe je dat instelt, zodanig dat zij ook weer geholpen worden. Je kan bij heel wat tools ook bij de invulvraag meerdere alternatieven. Stel dat je zegt, ja, ik heb dit leerlingen met dyslexie, die wisselen twee letters om en ik weet dat, maar ik wil dat wel als leerkracht juist rekenen, want ik ken het probleem. Dan kan je bijvoorbeeld alternatieven goedkeuren en zeggen van, kijk, dat zijn ook juiste antwoorden. Maar dan wel in de feedback het juiste nog eens eventueel herhalen. Ja. Dus bij de meeste tools kan je ook alternatieven aanreiken, zowel bij het typen als ook bij een invuloefening te maken waarbij je een keuzemenu krijgt uit woordjes. Ja. Dus bijvoorbeeld dat je zegt van vandaag is het mooi weer en vandaag is het woordje dat ze moeten invullen, dat dan een lijstje opengaat vandaag, vorige week, morgen, dat het juiste woordje moet aangeklikt worden. Dat is ook een manier voor een invulvraag of een gatentekst. Maar afhankelijk van de tool dat je straks mee aan de slag gaat, ga je die mogelijkheden hebben. Een open vraag kan ook, of men noemt dat ook wel eens een essay, waarbij dat studenten of leerlingen groter stukken tekst moeten intypen. Dat zou ik eerder ook inderdaad sturen richting secundair onderwijs en niet naar het lager onderwijs. Of moeten hele korte antwoordjes zijn dat je van hen verwacht. Maar het is zeker ook mogelijk om met open vragen, met essays aan de slag te gaan. Uiteraard ook de juist of niet juist vragen zijn mogelijkheden die daarbij aan de slag kunnen gaan. Een rangordevraag. Sleep in de juiste volgorde. Bijvoorbeeld, ze hebben een video moeten bekijken. Ze hebben die video volledig uitgekeken. Zet nu zelf in volgorde. Wat kwam er eerst aan bod? Wat was er volgens? En wat was er eigenlijk op het einde dat er aan bod kwam? Dus dat zijn ook mogelijkheden om op die manier toch wel voor de leerlingen zelf mee te geven van ik heb hier goed gekeken naar de video of ik zal misschien toch nog eens beter opnieuw bekijken, want ik kan het stappenplan hier niet maken.
Carolien vraagt in de Q&A, bestaan er ook toetsen waarbij niet enkel de oplossing gecontroleerd wordt, maar ook de werkwijze, bijvoorbeeld wiskunde, boekhouden? Dus je bedoelt dat ze ook de volledige uitwerking van de oefening, dat is iets moeilijker. Er zijn wel een aantal mogelijkheden die dat kunnen. Maar dan denk ik eerder ook aan de, voor wiskunde vooral, dat je moet werken met tools die LaTeX ondersteunen. En LaTeX is een soort code waarbij dat je inderdaad dat proces eventueel kan maken. Maar ook daar kom ik straks heel eventjes uitgebreider op terug. Een andere soort vraag zijn numerieke vragen, een beetje aansteunend wat Carolien vroeg. Hè. Waarbij dat je voor wiskunde dus vragen stelt, 2 plus 2, 3 plus 5 enzovoort. Of de iets moeilijkere soorten. Heel wat tools, en we zien dat ook meer en meer, maken het mogelijk om met variabelen te werken. En wat is een variabele? Als je bijvoorbeeld een standaard meerkeuzevraag zou stellen, dan gaat een klas, die stel nu met de maaltafels, om het even naar het lager onderwijs te halen, dan gaat, als je 24 leerlingen hebt en je gebruikt meerkeuzevragen, gaan ze alle 24 dezelfde oefeningen krijgen. Misschien wel in een andere volgorde, maar iedereen krijgt 2x2, 2x3, 2x4 door elkaar. Bij numerieke vragen, en als je werkt met variabelen, dan ga jij aangeven, ik ga een bereik ingeven en ik ga een getalletje A bijvoorbeeld, en dat kan 2, 4, 6, 8, 10 zijn. Een getalletje B kunnen andere cijfers zijn. En de tool dat je kiest gaat dan mixen, zodanig dat leerlingen tussen die range dat je hebt ingesteld, telkens andere oefeningen krijgen. Dus ze gaan vandaag die oefeningen maken, misschien binnen een uurtje opnieuw, dan gaan ze totaal andere oefeningen krijgen binnen de waarden dat jij hebt opgesteld. We zien dat meer en meer tools naar die richting al aan het gaan zijn. Ja, nog niet allemaal, maar we hebben toch al wel een aantal zaken die dat kunnen, waardoor dat het voor hen ook leuker wordt om het te gaan doen, omdat ze telkens andere vragen, andere oefeningen krijgen. Tegenover meer keuzevragen, ja, dat zijn telkens dezelfde die terug opnieuw komen. Ja, dus als je je range wat groter maakt, kan dat een oplossing zijn. Hetzelfde kan ook gebruikt worden voor boekhouden. Ik denk dan bijvoorbeeld ook dat je variabelen kan inzetten voor budgetberekening. Dat je een oefening maakt en dat je zegt van ik geef een budget en een getal tussen 100 en 200 euro bijvoorbeeld. En telkens de leerlingen krijgen een ander budget en ze moeten een aantal dingen gaan kopen en het eindtotaal is ook weer anders. Ja. Je ziet dan niet direct, om op de vraag van Carolien dacht ik terug te komen, hoe dat zij de berekening gaan doen. Maar je kan wel kijken van, ja, als zij dat moeten kopen, hebben ze dan nog zoveel over? Klopt het dan wel? Dus je ziet wel iets meer van hun achterliggende denkpiste dan met de meerkeuzevragen. Wat daar effectief klikken is, bij de numerieke vragen is het echt typen. Een matchingvraag is ook een mogelijkheid. Wat hoort er bij elkaar? En dat kan dan bij sommige tools is dat bij elkaar slepen. Dat hoort bij elkaar. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat je dat met maaltafels gaat doen en de maaltafel staat er en ze moeten het juiste getalletje erbij slepen. Maar dat kan evengoed zijn dat je dat doet met zinnen en ze moeten de zin volledig maken. Het zijn ook oefeningen die daar kunnen. Sommige tools geven aan in plaats van het bij elkaar slepen, dat je een lijntje trekt met je muis tussen de onderdelen die bij elkaar horen. Dat zijn ook mogelijkheden die er zijn om naar toetsing over te gaan. Nu, als je gaat tools kiezen, is het toch ook wel belangrijk om met een aantal factoren rekening te houden. En we hebben het opgelijst. Eens en vooral, ja, als je in het lager onderwijs of misschien ook eerste graad secundair of BUZO lesgeeft, kies dan ook een tool die in het Nederlands beschikbaar is. Ja, dus belangrijk is ook weten van in welke taal is beschikbaar en kunnen mijn leerlingen misschien zeer beperkt, maar kunnen ze daarmee aan de slag gaan? Wat zien zij daarvan? Ook de afweging, zeer belangrijk, is commercieel open source. Hè. Commercieel is dat je betaalt voor een tool te gebruiken. Open source is een gratis tool die je kan inzetten, die hopelijk ook onderhouden wordt, regelmatig wordt geüpdate. En
kan aanpassen of wordt aangepast gedurende het jaar en zo verder. Hè. Nu in coronatijden zijn er heel veel betalende tools die plots gratis zijn. Let daar ook op dat je, als je die tools nu gebruikt, dat je wetende, als je volgend jaar wilt opnieuw gaan gebruiken, dat je dan zal moeten betalen. Hè. Die tools blijven niet gratis. Dat is natuurlijk nu heel mooi. Maar ik denk dat wel de bedoeling is dat je, als je nu een toets gaat maken, en we hebben al gezegd, om het te maken is tijdsintensief. Je spaart wel tijd uit door het automatisch te laten verbeteren of het minimale nog moet zelf gaan bekijken. Maar ja, dan is het ook wel als je het volgend jaar gewoon in de dagdagelijkse normale manier van lesgeven, dat je het kan hergebruiken. Hè? Dat het niet voor alleen maar vandaag is, dat het zeker ook naar de toekomst toe kan hergebruikt worden. En dan zit je aan die kostprijs. Ja. Dus dat is ook wel een belangrijke gedachte dat je moet meenemen. Is er installatie nodig? En dan ook weer vooral naar, heb jij installatie om het te gebruiken? En kan je het dan via de leeromgeving, dat is een beetje lager dat staat, integreren? Ik denk dat het zeer belangrijk is als je tools kiest, en of dat nu voor toetsen is of voor iets anders, dat je als toegangsweg ene weg kiest. Ja. Heb je in de school een leeromgeving? Leeromgeving bedoel ik mee Smart School, Moodle, Canvas, die zaken. Gebruik die weg om de materialen aan je leerlingen te geven. Heb je dat niet, dan zijn er ook andere alternatieven. De schoolwebsite bijvoorbeeld, Simbaloo is een alternatief, Euros is een alternatief. Dus maar dat je eigenlijk ene weg zoekt en dat je zeker een tool kiest die niet door de ouders of door de leerlingen zelf moet geïnstalleerd worden om ermee aan de slag te gaan. Wil je graag resultaten zien in je leeromgeving? Wil je weten wie het gemaakt heeft, hoe lang dat ze eraan bezig geweest zijn? Dan is ook het zinnetje daarnet boven belangrijk. Is het compatibel? SCORM is een uitwisseling tussen uw tool en tussen de leeromgeving, dat je weet wie wat heeft gedaan. De opvolgers zijn XAPI en LTI. Niet elke leeromgeving kan dat. Straks gaat collega Inge daar verder op ingaan, vermoed ik. Maar dat geeft wat perspectieven om de opvolging te gaan doen. Kan ik insluiten? Bijvoorbeeld, heb je een filmpje nodig dat van YouTube is? Of bijvoorbeeld die Mentimeter? Hè? Hetgeen wat wij nu gebruiken als presentatie, heb ik die Mentimeter ook in bed. En dat betekent, ik heb dat ingesloten. Ja? Sommige mensen hadden problemen. Heb ik gezegd, van, je kan ook naar de website gaan en op die manier ernaartoe. Maar eigenlijk, als ik jullie de link had gegeven naar de presentatie, hadden jullie daar kunnen intypen en hadden jullie niet naar een andere website gemoeten en zo verder. Dus als je dat kan, probeer dat ook in je leeromgeving te gaan doen. Dat je het insluit, dat je het aanbiedt via je leeromgeving naar je leerlingen toe en dat dat voor hen toch wel belangrijk is. Als het gaat om digitaal toetsen en zelfevaluatie, dat je ook kan kijken van ja, welke oefeningentypes zijn er allemaal mogelijk. Hè? Wat zijn de mogelijkheden om ook naar de toekomst toe dat je kan uitbreiden? Hè? De leerroute, hè? De leercurve bedoel ik. Als je een tool kiest voor jezelf, hè? Ja, je moet leren om met die tool dingen te maken, maar ook leerlingen gaan moeten leren om met die tool om te gaan. Hoe ga je dat? Hè? Hoe is die curve dan? Steile curve is toch wel een makkelijke tool om mee om te gaan. Hè? Dikwijls is het zo dat het moeilijker is om te maken en dat leerlingen een linkje krijgen of het via de leeromgeving netjes gepresenteerd krijgen. Kan je ook rich media gebruiken? Daar bedoel ik mee, kan je video gebruiken? Kan je audio gebruiken? Kan je fotomaterialen gebruiken? Ja? Breng daar naar leerlingen toe variatie in. In alle leermiddelen, niet alleen ook bij het toetsen. Maar kijk misschien eens wat er een demo van de software is dat je mee aan de slag kan gaan. En vooral belangrijk is de tool nog in ontwikkeling. Ja? Ik ga een voorbeeld nemen van een tool die een aantal jaren door heel veel van jullie waarschijnlijk gebruikt is en misschien nog wel gebruikt wordt, Hot Potatoes. Ja, een tool, ik denk, 20, 25 jaar oud, minimum. Wel, die tool wordt momenteel niet meer ontwikkeld. Die is al jaren hetzelfde. Dat is oud, dat is grijs, dat trekt niet aan naar leerlingen toe, dat is niet attractief genoeg. Dus ja, ik zou dat niet meer gaan gebruiken om nieuwe materialen te maken. Bestaat er iets in dat je zegt van, oké, dit is nog bruikbaar. Gebruik het zeker en vast. Maar weet dat je dus
met die vaste omgeving, die grijze achtergrond blijft hangen. Hè? Want daar gaat niks meer aan gebeuren. Dan ook een andere belangrijke is, kies nooit een tool om de tool. Hè? Gebruik bijvoorbeeld het TPEC-model daarbij, waarbij dat je kijkt, het gele cirkeltje is je vakkennis. Daar ben ik van overtuigd dat jullie dagelijks mee bezig zijn. Dat is de pedagogische kennis, de blauwe is de vakkennis. En daar gaan we een laagje technologie bij gebruiken. Nu, dat is zeer moeilijk om te kijken van, ja, welke technologie kan ik nu gebruiken voor mijn vakinhoud goed over te brengen. Dat is het middenste stukje hier, waar het pijltje staat. Die twee, die doen jullie dagelijks. En nu gaan we kijken welke tool gaan we daarvoor gebruiken. Ik hoor heel dikwijls mensen zeggen, als ze mij in sessies tegenkomen, ah, we gaan met die tool aan de slag gaan, omdat ze weten dat we die tool nog alles doen. Maar dat is niet de juiste reflex. Eigenlijk ga je moeten kijken, welke vakinhoud wil ik gaan overbrengen, welke werkvorm wil ik daarvoor gebruiken, en wat zou nu de juiste tool daarbij kunnen zijn. Nu, om jullie te helpen, hebben we dat in een menu gegoten. Die menu is downloadbaar, die gaat ook apart, ik hoop vandaag en er zeker morgen op klassement komen. En die is onderverdeeld in 4 gangen. En we hebben het genoemd in 4 gangen naar attractief onderwijs. We hebben dat samen gemaakt met het Deltion College in Nederland. Daar hoort ook een fysiek spel bij. Op dit moment is dat niet haalbaar, hè, om het spel fysiek te spelen. Dus een menukaart is wel beschikbaar. En we hebben dat ingedeeld in 4 gangen. Dus we hebben een leerdoel feitelijke kennis gemaakt. We hebben het gemaakt voor een leerdoel begripsmatige kennis, dus begripsoverdracht, voor cognitieve vaardigheden, voor praktische vaardigheden en voor sociale en beroepshouding. Nu, hoe zit dat in elkaar? Als je dat bekijkt, hebben we hierbij de werkvormen. Ja. Bijvoorbeeld voor zelfstandig aan de slag te gaan. Een beetje lager gaat toetsen staan, stappresentatie en zo verder. Waar ga je dat doen? Op school of op afstand? Dus nu deze periode gaat vooral het kolommetje afstand belangrijk zijn. In tijd, synchroon betekent iedere leerling op hetzelfde moment op dezelfde plaats. Dus dikwijls nu in live sessies. Asynchroon is leerlingen welke zelfstandig op een eigen gekozen moment eigen tijdspannen. Ze zijn volledig vrij, maar wel tegen een bepaalde deadline. Dat is zeer belangrijk dat je daar effectief een deadline op zet. Anders komt alles tegelijkertijd. Je kan hier inderdaad niet op klikken, hoor, Lien. Alleen, dat is perfect mogelijk. Ik presenteer het nu. Je gaat sowieso dit doorkrijgen en dan is er wel op te klikken. Bij middel hebben we ICT als didactische werkvorm. We hebben bijvoorbeeld Flip in the Classroom. We hebben augmented reality. Bijvoorbeeld augmented reality. Nu in deze tijden iets minder het voorbeeld dat ik ga laten zien. Alhoewel, kan je misschien... Wel, als ouders een gsm hebben, bijvoorbeeld ideaal zou kunnen zijn, of een oefening zou kunnen zijn in het kleuteronderwijs. Of in het eerste leerjaar bijvoorbeeld, bestaat er, en nu ben ik heel even Quicksilver, denk ik dat hem noemt, een app voor gsm voor tablets, waarbij dat je naar leerlingen een tekening stuurt. Bijvoorbeeld een tekening van een brandweerwagen. Zij gaan die brandweerwagen inkleuren, dat is de opdracht. Maar van het moment die ingekleurd is en ze scannen de opdracht of de tekening met de app, gsm of tablet, dan komt die brandweerwagen tot leven. Dan kan die de slang uitrollen, kan die water spuiten en zo verder. Plezier gegarandeerd en dan komt die tekening tot leven. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld voor kleuteronderwijs rond augmented reality. Een zeer bekend voorbeeld daarvan is Pokémon Go. Dat denk ik dat iedereen ook wel kent. Nu, wat hebben we ook gedaan? Bij de meeste, niet bij allemaal. Als je de PDF-versie hebt, dan ga je ook op de meeste tools kunnen klikken. En dat brengt jullie bijvoorbeeld voor Screencast-O-Matic. Brengt jullie dat naar klassement waar uitleg staat of een stappenplan staat om met die tool aan de slag te gaan. Uiteraard kunnen we dat in dit uurtje niet allemaal gaan doen. Dus vandaar,
als je de PDF hebt, let op als je wilt afdrukken. Het is wel een A3-formaat dat hem gemaakt is. Dus A4 gaat heel klein zijn. Maar de bedoeling is eigenlijk eerder dat hem op scherm en dat je gaat doorklikken naar de tools waarmee je aan de slag wil gaan. We hebben er een aantal tools uitgepikt rond digitaal toetsen en zelfevaluatie. Uiteraard kan je toetsen via je leeromgeving. De meeste leeromgevingen, SmartCool, Moodle, Canvas, welke dan ook, hebben de mogelijkheid in zich om daar een toets in op te stellen. Met diverse mogelijkheden van vraagsoort die ik er juist heb overlopen. De meeste werken ook met een vragenpool, dus dat je eigenlijk over het school heen, bijvoorbeeld dat je zegt, wij geven met de collega's Nederlands, maken wij een vragenpool aan en iedereen zit de vragen van de collega's in. Ja. Niet elke leeromgeving heeft dat, maar er zijn leeromgevingen die dat mogelijk maken, zodanig dat je ook uit de collega's hun vragen kan putten. Een tool die straks ook gevraagd was, is Socrative. Socrative is een student response systeem waarbij dat je eenvoudig vragen stuurt naar leerlingen. Zij kunnen dat thuis beantwoorden, op een tablet, op een telefoon, op een computer, het maakt niet uit. En jij kan dan ook achterliggend, zij komen ook met een code daarin, en achterliggend kan jij dan ook zien wie heeft het ingevuld, wat zijn de resultaten geweest en zo verder. Ja. Froya vraagt, waarom raden jullie Loom niet aan? Bovenscreen Costomatic is nu gratis voor lesgever, blijft gratis na corona, lijkt mij gebruiksvriendelijker. We hebben een keuze gemaakt, Froya. Dus Loom is zeker nog niet, denk ik, 100% dat het ook blijft na corona gratis, want het is eigenlijk een commercieel product. We hebben gewoon een keuze. We kunnen niet elke tool die bestaat hier aanreiken, dus vandaar. Screen Costomatic heeft als mogelijkheid dat je ziet waar geklikt wordt, maar Loom heeft ook heel wat mogelijkheden. Een andere tool die dat ook bruikbaar is of gebruikt kan worden, zijn Google Formulieren of Office 365 Formulieren. De meeste scholen hebben Google Apps for Education of Office 365. Heb je dat niet, je kan dat versneld nu aanvragen. Dat is beide gratis. Voor scholen. Dus dan kan je daar ook mee aan de slag gaan. Je kan die formulieren inzetten als toetsen. En Google heeft iets meer mogelijkheden op dit moment dan Office 365. In die zin dat je daar ook resultaten kan bekijken met de toetsmogelijkheden in Google. Of wil je klasrapporten effectief in een soort klasrapport en feedback kunnen sturen automatisch. Of kunnen kijken van welke vragen zijn nu minder goed beantwoord en zo verder, is ook Flubaro een mogelijkheid om via Google Formulieren te gebruiken. Je hebt Flubaro nodig, leerlingen niet. Maar Google heeft ook zelf mooie toetsmogelijkheden in zijn eigen formulieren staan. Bookwidgets is ook een mogelijk toetsplatform of oefeningenplatform. Het zijn digitale oefeningen. Voorlopig is Bookwidgets ook gratis. Normaal is dat een licentiekost van €50 per leerkracht per jaar. Maar tijdens coronatijden is het dus gratis via SmartSchool. Waarbij dat je dus ook vragen kan maken. Elke vraagsoort dat ik er straks heb aangehaald, kan ook via Bookwidgets aangemaakt worden. En als je het doet via SmartSchool, kan je daar ook resultaten van doorkrijgen. Een andere tool is H5P. H5P is een gratis tool. En je kan via Toolnet daar mee aan de slag gaan. En we geven daar ook technische ondersteuning bij. Mocht je daar vragen mee hebben of vast mee zitten, kunnen we daar ook mee ondersteunen. H5P heeft meer mogelijkheden op dit moment dan Bookwidgets. Bijvoorbeeld hebben zij een mogelijkheid waarbij dat je een video van YouTube, van jezelf, van Vimeo gebruikt en daarbij komend video stopt, vragen laat komen. Alle vraagsoorten van er straks komen dan aan bod, waarbij dat leerlingen kunnen verder kijken bij een juist antwoord, terug moeten kijken bij een fout antwoord. Afhankelijk van leeromgeving kan je ook de resultaten zien of niet zien. Wat je meestal wel kan, is vragen aan de leerlingen om het eindresultaat door te sturen via een printscreen of dergelijke meer. Dus dat is ook een eventuele mogelijkheid, moest de leeromgeving niet geconnecteerd zijn met H5P. Een andere tool die dat wij ook al jaren
aanbieden is Xerte, is een auteursstoel. Het verschil tussen boekwidgets, H5P en Xerte is dat Xerte meer leerpaden kan maken. En een leerpad is de bedoeling dat een leerling zelfstandig aan de slag kan gaan met uw leerinhoud, dus zelfstandig begeleid studeren, waarbij dat zij een half uur, een uur met de leerstaf gaan bezig zijn. En de leerstaf kan tekst zijn, gecombineerd met video, gecombineerd met audio, gecombineerd met online oefeningen, maar ze hebben één link of één pakketje. Tegenover bij Boekwidgets of bij H5P zijn dat verschillende links. Hè. Hier is het één pakket en ze zijn daar x aantal tijd mee bezig. Je kan een resultatenpagina verkrijgen. Die is te downloaden op het einde als leerlingen het hebben doorgenomen. Die kunnen ze dan uploaden in de uploadzone. Maar ook heel wat leeromgevingen maken het mogelijk dat je direct ook resultaten ziet. Wie heeft daaraan gewerkt, hoe lang en zo verder. Maar ook collega Inge gaat daar straks laten zien wat het effectief kan. Ik ga het gras niet voor haar voeten uitmaaien. We hebben ook een videotje. Ik ga het nu niet, want we zien dat we een beetje uitlopen in tijd. Rond 7 strategieën, dat je bijvoorbeeld ook bij formatief evalueren het forum kan inzetten, hoe je dat kan inzetten en zo verder. Dus als je de link hebt, ga zeker daar ook eens naar het video kijken. Je kan het met Nederlandse ondertiteling bekomen. Marianne vraagt, kan je H5P helemaal embedden in een eigen Google-site? Ja, H5P is te embedden in een Google-website. Xerte en H5P combineerbaar met Classroom? Ja. Dus beide tools kan je in Classroom ook aanbieden. Eefje vraagt, hoe vraag je ondersteuning? Wel, die kan je vragen via de website van Tolnet en daar klikken op contact en support. Je vult daar het documentje in, zijnde uw mailadres, uw onderwerp en uw vraag. En wij proberen binnen de 48 uur daar jou mee te ondersteunen en te helpen. Nu, voor alle tools die dat we hier aangereikt hebben, zijn er ook zeer uitgebreide handleidingen beschikbaar met video, met teksten en zo verder. Dus er is ook al wel heel wat materiaal. En dat geldt inderdaad, want ik zie Inge mij aanvullen, die ondersteuning geldt enkel voor leerkrachten uit Vlaanderen. Ja. Ook het gebruik van rubrics kan voor zelfevaluatie interessant zijn en voor formatief evalueren. Josephine heeft daar een hele leuke methode voor, de schabloon rubric for one. Ik heb het schermafdrukje erbij gezet, dus leerlingen vullen in, zo kan ik groeien. Ze gaan eerst het leerdoel uiteraard beschrijven, wat kan ik, of hoe kan ik groeien. Wat doe ik al heel goed? Ze geven zichzelf een cijfer en bezorgen jou dat ingevuld terug. Zij heeft daar een hele mooie blogspot over geschreven, dus link is er ook bijkomend in. En ook haar schabloon kunnen jullie downloaden en zelf mee aan de slag gaan met leerlingen. En dan geef ik nu heel graag het woord en ook het scherm aan Inge. Dankjewel, Katrien. Horen jullie mij goed? Ja, Inge, ga jij jouw eigen scherm delen of ga ik de muiscontrole geven? Geef mij de muiscontrole maar. En kun je ook de eerste poll neerzetten? Ja, dus je hebt de muiscontrole. En dan ga ik nu Dankjewel. Ik zal mezelf nog heel even voorstellen. Ik ben Inge Donkervoort van het bedrijf D-Learning uit Nederland. En we werken al heel lang samen met Tolnet, waar Katrien zit. En de afgelopen jaren hebben wij ook gezamenlijk aan een Erasmus Plus project gewerkt. Waarin we allerlei materialen hebben ontwikkeld voor docenten. Daar kom ik straks nog eventjes op terug. We beginnen even met een poll en die is, wie van jullie gebruikt wel eens Learning Analytics of Dashboards? Er wordt al flink ingevuld. Als je hem niet kunt zien, dan moet je maar heel eventjes wachten. Ik ga zo de antwoorden ook nog vertellen. Nou, een groot deel heeft het al ingevuld. De antwoordmogelijkheden waren dagelijks, regelmatig, soms of nooit. Dagelijks is niemand die dat gebruikt. Regelmatig 6%, soms 18%, maar het grootste deel gebruikt eigenlijk Learning Analytics nooit.
Als we dan kijken, wat is nou eigenlijk Learning Analytics? En misschien dat een aantal van jullie daarna denken van, oh ja, ik gebruik het eigenlijk toch wel. Bij Learning Analytics ga je eigenlijk de resultaten verzamelen van hetgeen je studenten of leerlingen doen. En dat kan zijn de resultaten van een score. Hebben ze het goed gedaan of hebben ze het niet goed gedaan? Maar dat kan ook zijn, hoe lang zijn ze bezig geweest met iets? Of wanneer doen ze het? Dat is eigenlijk heel breed. En waarvoor verzamel je dat nou? Eigenlijk om voor een aantal dingen. Je kunt daarmee feedback geven aan de student. Van, goh, we zien dit en je zou eigenlijk dat en dat nog moeten doen. Maar je kunt er ook, als je die gegevens verzamelt over je hele organisatie, kun je daar dingen uithalen om de kwaliteit van je opleidingen te verbeteren. Of om te kijken, wat vinden mensen nou interessant en wat niet? Of waar haakt men af? Of als ze een oefening aan het doen zijn, iedereen stopt bij vraag 3 of daar en daar in die video, dan is dat waarschijnlijk interessant. Dus zo kun je zowel voor de hele organisatie op docentniveau en op studentniveau kun je die Learning Analytics gebruiken. Ik heb hier een video van Kennisnet in gedaan. Wij werken samen in deze webinars en ook in andere projecten met Tolnet. Dat is natuurlijk Vlaanderen. En in Vlaanderen kun je gebruik maken van Klassement en Tolnet voor allerlei informatie. In Nederland kun je naar Wikiwijs, Kennisnet surfen, afhankelijk van de schoolsoort, organisatiesoort waar je in zit, om informatie te vragen. Dit is een filmpje van Kennisnet over Learning Analytics. Die ga ik nu niet laten zien, maar jullie krijgen deze webinar, dus dan kun je daar zelf nog een keer naar kijken. En dan heb ik hier een overzichtje van wat voor soorten Learning Analytics heb je dan. Nou, hij past er niet helemaal op. Maar waar het om gaat is eigenlijk het stukje hier in het midden. Er komt data binnen en je kunt op verschillende niveaus kun je met die data aan de slag gaan. Dan heb je descriptive, dat is eigenlijk wat we het meeste doen. Bijvoorbeeld, men doet een toetje en je krijgt een overzicht over de gemiddelde scores. Of van een individuele score. Dus eigenlijk ga je bepalen wat is er nou eigenlijk gebeurd. En vervolgens ga je daar een actie op leggen. Dit is de meest simpele vorm van Learning Analytics. Maar die heb je bijvoorbeeld ook met Google Forms. Of andere tools die je gebruikt misschien. Waar je al direct een overzicht krijgt van wat zijn nou die scores. Dan ben je eigenlijk al bezig met Learning Analytics. Nou, vervolgens, als je er iets meer mee gaat doen, dan kun je ook een diagnose stellen. Nou, stel je voor, je hebt een spellingtoets gedaan met je groep. En in de eerste fase ga je gewoon kijken, oké, wie heeft het goed gemaakt, wie heeft het minder goed gemaakt en waar zijn de fouten gemaakt. Vervolgens in die tweede stap kan die Learning Analytics kunnen ook voor jou zeggen, heeft het goed gedaan en zoveel niet. En dat komt waarschijnlijk omdat ze een bepaald onderdeeltje nog niet beheersen. Dan krijg je al een soort diagnose. De volgende stap is dat je weet, je doet een aantal toetjes of formatieve toetsen, dat kan ook. En op basis van die uitslagen krijg je van het systeem al een bericht van we zien dit gebeuren. En we kunnen voorspellen dat er dit gaat gebeuren. En bijvoorbeeld, er is een leerling in jouw organisatie en die is al een aantal weken niet op school geweest. Die doet wel de online toetsen, maar daar zie je een bepaalde score in. En als je die gegevens samen bij elkaar pakt, dan gaan ze dat allemaal met elkaar uitzoeken, kun je voorspellen dat er bijvoorbeeld de mogelijkheid in zit dat die leerling uit gaat vallen. En dan kun je op tijd gaan ingrijpen. En dat doe je eigenlijk in die laatste fase. Dan krijg je ook al vanuit het systeem tips en aangewezen van maar dit kun je dan doen. We zien dit gebeuren en aan de hand van wat er gebeurt kun je dit doen. En dat kan dan gewoon door de mens zijn, hè, door handelen van jezelf en door beslissingen van jouzelf als docent of als begeleider. Maar dat kan ook, en dat is de laatste fase,
helemaal automatisch gaan. Nou ben ik zelf, voor sommige dingen kan dat prima. Bijvoorbeeld ziekenhuizen die op basis van big data, dat ze allemaal binnenkrijgen in hun gegevens, kunnen zien dat je verschillende soorten Alzheimer hebt. En voor een bepaalde vorm van Alzheimer is die medicijnen geschikt. En dan komt er uit dat systeem al rollen, oké, we zien dit en dit en dit. En dit is eigenlijk wat je moet voorschrijven. En dan is dat helemaal automatisch. We gaan even naar de volgende dia. Dat gaat een beetje lastig. Ja, wie is dit? Zet het maar even in de chat. Wie het eerst is, die krijgt de eer van deze webinar. Ja, even kijken. Hilo heeft gewonnen. Dit is Johan Cruijff uit Nederland. Hij staat bekend inderdaad als voetballer Villa 45. Maar hij staat ook bekend om zijn enorme uitgebreide quotes, uitspraken die hij deed tijdens het trainen en voetballen en coachen. En een van zijn uitspraken was: voetbal is simpel, wat moeilijk is, is simpel voetballen. En dit slaat ook op learning analytics. Die data verzamelen, dat is in principe tegenwoordig simpel. Maar wat je dan vervolgens mee doet, en om dat simpel te doen, dat is best moeilijk om te doen. En dan wil ik daarbij aangeven dat als je aan de slag gaat met learning analytics, is het dus van belang dat je van tevoren bedenkt, en wat Katrien ook al een paar keer gezegd heeft, niet eerst de tool en dan gaan kijken, oké, wat kan ik ermee? Maar als je er echt mee aan de slag wil, ga je eerst bepalen voor jezelf, met je organisatie, wat willen we ermee? Wat willen we zien? Wat moet het kunnen? Welke informatie moeten we eruit krijgen? Want als je al die informatie die je binnen gaat halen met die big data, zeg maar, allemaal wil gebruiken, dan is dat veel te veel. En waar je ook heel erg op moet letten, is dat je geen appels met peren vergelijkt. Statistics kunnen heel erg de zaak scheef laten zien. Als je bijvoorbeeld een onderzoek doet met 100 mensen die chips eten en 100 mensen die pinda's eten. En het blijkt dat bij de pinda's mensen er 3 mensen zijn die zich verslikt hebben. Dan kun je al zeggen dat pinda's veel gevaarlijker zijn dan chips. En dat slaat helemaal nergens op. En dat risico loop je ook met learning analytics. Dus bedenk ook goed wat klopt. Betrekt er ook van alles bij. En dat maakt het gewoon heel gecompliceerd. Katrien, kun jij de volgende poll neerzetten? Katrien, kun jij de volgende poll neerzetten? Ja hoor, die komt eraan, maar ik had blijkbaar ergens fout geklikt. De poll staat. Voor de mensen die het niet kunnen lezen, die de poll niet zien, ga ik het voorlezen. En de rest kan gewoon zelf beginnen met invullen. Waar gebruik je learning analytics voor? En omdat heel veel mensen het eigenlijk nog niet gebruiken, wil ik eigenlijk de vraag een beetje aanpassen. Waar zou je learning analytics voor willen gebruiken als je naar jouw organisatie kijkt? Het eerste antwoord is resultaten van een instaptoets van mijn leerlingen en studenten bekijken. Tweede is welke leerlingen en studenten het meeste risico lopen om uit te vallen. Het derde, ter voorbereiding op flipped classroom of kennischeck. Vierde is online activiteit aanwezigheid van de student-leerling. Vijfde is student feedback geven waar ze staan ten opzichte van de groep en de norm. De volgende is inzicht krijgen in de kwaliteit van de aangeboden leerstof. En de laatste is inzicht krijgen in wat er nog aan leerstof ontwikkeld moet worden. En dan hebben we nog een onderdeeltje anders. Je kunt dus meerdere antwoorden invullen, maar bedenk voor jezelf of ook even als je de vraag niet kunt zien, goh, waar zou ik het meeste voor gebruiken? Wat je ziet gebeuren is dat, even kijken, het is een beetje 50-50 als je kijkt naar de resultaten dat je het wil gebruiken voor je student zelf, om feedback te geven aan
je studenten. En om de leerstof aan te passen en daarmee aan de slag te gaan. Waarbij we het inzicht krijgen in wat er nog aan leerstof ontwikkeld moet worden. Het hoogste scoren met 66%. En het voorbereiden volgens mij, en dat is wel heel specifiek natuurlijk, op flip classroom of een kennischeck doen, dat is 28%. We lopen een beetje uit in de tijd. Maar ik denk dat ik nog ongeveer 5 minuten nodig heb. Als we kijken naar... ik pak even één tool eruit. En dit is een tool die ik zelf goed ken. Vandaar dat ik deze heb gepakt. Maar in andere tools kan dit mogelijk ook. Dan moet je zelf eventjes kijken. Maar ik zeg, heb je de mogelijkheid om een dashboard te bekijken. Dus wat je studenten doen. En ook om dashboards zelf te maken. Ik ga er even doorheen klikken. Zo'n dashboard, ik hoop dat dit werkt. Ja. Zo'n dashboard in Xerte, wat je daar ziet is wanneer er is ingelogd, wanneer er activiteit was. Je ziet de score, het aantal studenten wat het heeft ingevuld, het aantal interacties, daar kom ik zo op terug. En de gemiddelde score, dat is in dit geval bijna een 7. En je ziet wie er gestart is, wie het afgemaakt heeft en wie het helemaal goed gedaan heeft of waar nog fouten zijn. Nou, dit zijn de specifieke vragen. Je kunt per student hierop klikken op zo'n rij en dan krijg je de resultaten van die student per vraag. Dus dan zie je ook de antwoorden. Maar je kunt ook in zo'n hele rij, zo zie je bijvoorbeeld bij deze vraag, dat er best wel wat rood is. Nou, als zo'n vraag nou helemaal rood zou zijn, dan kun je ook gaan kijken naar de kwaliteit van je onderwijs. In de zin van, is die vraag wel goed? Zit daar een fout in? Heb ik dat wel goed uitgelegd? Dus je kunt allerlei informatie hier uithalen. Nou, de number of interactions. Van alles wat ze doen in het systeem, en dit noemen ze XAPI, een ingewikkelde term, maar waar het op neerkomt is, dat alles wat je doet, dus als je start, als je stopt, als je hoe lang je erin bezig bent, als je een antwoord geeft, als je misschien nog een tweede antwoord geeft, dat soort dingen wordt allemaal geregistreerd en dat is allemaal één interactie. Dus deze 11 studenten hebben al 3299 interacties gedaan. Je kunt je voorstellen, als je dit dus met een hele universiteit doet of een hele organisatie, dat het aantal van interacties enorm is. En dat is ook wat ik straks zei. Je moet dus heel goed weten welke informatie je wil hebben. Maar dit dashboard is voor je gemaakt, dus daar hoef je niet, dat hoef je niet zelf te maken. En je kunt nog meer dingen zien. Je kunt ook doorklikken op een vraag. En op het moment dat je dat doet, zie je ook de antwoorden gemiddeld van die groep met wat informatie erbij. Je kunt ook het resultaat per deelnemer zien, wat ik net zei. Dus hier heb ik op zo'n rij geklikt van één deelnemer. En dan zie je ook de antwoorden. In dit geval zijn de vragen van de naam Q1, Q2. Maar hier kan ook een stukje van een vraag staan. En tot slot laat ik even één ander voorbeeld zien uit een ander dashboard. Dit is een maatwerkdashboard wat ooit gemaakt is voor op basis van Xerte. Maar hier gebruiken ze video learning. En dan zie je bijvoorbeeld deze video. En hier kun je ook heel veel informatie uithalen. Deze video hebben ze... Eigenlijk begint iedereen er wel aan, maar dan vlakt het af. En uiteindelijk zijn er maar een paar die het helemaal afmaken. Nou, stel nou dat je een video hebt die start en bij 4 is er niemand meer die de rest van de video afkijkt. Dan kun je dus gaan kijken, goh, wat is er aan de hand op dat moment in die video? Kan ik dat aanpassen? Of is die video misschien veel te lang? Want je ziet, deze video is meer dan 10 minuten, is er bijna 12 minuten. Dat is erg lang. 5 minuten is eigenlijk maximaal voor de spanningsboog. En dan moet je nog wat interactiviteit erbij doen om ze erbij te houden. Maar al die informatie kun je dus krijgen uit die dashboards. En wat je met Xerte in dit geval ook kunt doen, is zelf dashboards maken. In dit geval heb ik bijvoorbeeld, of deze docent heeft een dashboard gemaakt. Hij wilde weten, wat is nou de totaalscore van mijn groep voor de hele module die daar staat. En dan kun je dus zien dat het aantal deelnames is 5. En dit zijn de antwoorden die gegeven zijn.
En zo kan ik ook bijvoorbeeld een individuele score aangeven. In dit geval met een lijngrafiek. Maar het aantal deelnemers is 14. Mijn score is 50. Ik kan dus even kijken van, oh nou, de meesten zitten eigenlijk lager. Ik zit zelf wat hoger. Dit kun je weer gebruiken naar je student toe. En wat ook heel mooi is, dat je dan op basis van die score van 50% krijg ik hier bijvoorbeeld een link naar een module waarmee ik verder kan gaan op dat niveau waar ik op zit. Heb ik dit nog heel slecht gedaan en score ik zeg maar hier, dan kan ik hier, krijg ik hier een ander voorstel dan dat deze student heeft gekregen. En dit is eigenlijk het adaptief leren kun je hiermee regelen. En daar gebruik je dus ook weer al die gegevens voor die je hebt verzameld. En dan hebben we tot slot een laatste voorbeeldje. Waarbij we de opiniepagina gebruiken. De opiniepagina is een pagina waar je allerlei vragen kunt stellen die meer een gevoel geven. Dus niet een goed fout, maar meer op een gevoel. En in dit geval werd er bijvoorbeeld gevraagd hoe jij werkt met video in de klas of met afbeeldingen of met audio. Toevallig heb ik nu een voorbeeld gekozen, en dat is niet zo handig voor mij, waar ze allemaal hetzelfde zijn. Maar je kan dus de minst score kan ik bovenaan zetten of de hoogste score bovenaan. En vervolgens als ik dan klik op dat video, zie ik mijn scores ten opzichte van video. Nou, dat is 33%. Dit zijn de gemiddelde scores en dit is het advies wat ik krijg om nu te gaan doen. Dit is in vogelvlucht even wat in Xetter kan. Maar ik weet AH5P bijvoorbeeld, daar kun je ook met X-API werken. Dus daar zou je in principe ook gegevens van zou moeten kunnen krijgen die je in dashboards kunt laten zien. Ik zag het straks al in de chat. Wat natuurlijk heel erg belangrijk is bij dit soort dingen en bij het verzamelen van deze data is de privacy. Dus ook weer, als je dit gaat doen en je gaat dit voorbereiden met je organisatie, denk altijd na over de privacy. Verzamel niet meer dan nodig is. Zorg dat studenten toestemming geven om dit te mogen verzamelen als je hun namen gebruikt of hun e-mailadressen. Dus ben daar heel erg zorgvuldig mee. Daar is heel veel informatie over, maar neem dit in ieder geval mee als je dat gaat doen. En dan wil ik afsluiten met een quote van George Kouros. Die zegt, technology will not replace great teachers, but technology in the hands of great teachers can be transformational. Oké, dat is een moeilijk Engels woord. Dus het gaat niet jou als docent of als trainer vervangen, maar je kunt er wel hele mooie dingen mee doen als je het goed gebruikt. En dat is waar ik mee af wil sluiten met het stukje van de Learning Analytics. Katrien, kan ik jou het stukje over Future Teacher laten? Prima. Dan ga ik even de muisaanwijzer terugnemen. Zoals Inge al heeft aangehaald, hebben wij een internationaal project gelopen de voorbije 3 jaar, dus van 2016 tot 2019, genaamd Future Teacher 3.0. En eigenlijk is dat een heel mooi voorbeeld van wat Inge zo net heeft gepresenteerd op gebied van LTI en op gebied van adaptief leren. In die zin dat we daar op de website Future Teacher .eu een instaptoets hebben gemaakt, gebaseerd op het framework DIGCOMP EDU. Dus de Europese Commissie heeft in 2017 22 competenties naar voren geschoven waaraan de leraar en de leraar in breed perspectief, ik bedoel daarmee van kleuter tot hoger onderwijs, universiteit, dus iedereen, zou moeten aanvoldoen. Wij hebben dat omgezet in een 40 vragen. Dus de intake-toets is een 40 vragen, meerkeuze vragen, waarbij dat je bijvoorbeeld vragen hebt rond ik gebruik afbeeldingen in de klas of ik gebruik video, audio, maar evengoed vragen rond flip in the classroom. Daarbij, op basis van die intake of die instaptoets, wij noemen dat de thermometer, komt er een kompas, dat is een individuele leerroute. Dus net wat Inge heeft laten zien,
waarbij je resultaten krijgt van leerlingen, krijg je daar je eigen resultaat als leerkracht op die 40 vragen met telkens een studieadvies bij. En wordt gekoppeld aan 19 modules voor basiszaken aangaande ICT, 19 modules voor ervaren leerkrachten die al stappen gezet hebben en 19 modules voor experts. In al die modules staan open, dus als je ergens uitmondt van ik ben een ervaren leerkracht op bijvoorbeeld zelfevaluatie, wel, dan kan je ook naar de basismodules gaan kijken, maar kan je evengoed ook naar de expertmodules gaan kijken. Telkens hebben we ook vermeld welke onderzoeken dat we gebruikt hebben om die modules te maken. We hebben in die 3 jaar samengewerkt met uiteraard e-learning, learning apps uit Engeland, niet de learningapps.org, het is een andere organisatie, toevallig dezelfde naam heeft, en Norsk Netskole uit Noorwegen. Maar Inge en ik hebben het project samengetrokken en we hebben ook de verbintenis aangegaan om het te onderhouden, up-to-date te houden en zo verder. Je vindt ze ook aparte modules op Klassement, dus zonder dat je de vragenlijst moet invullen en het studieadvies krijgt, kan je ze ook gewoon doorlopen op Klassement. Het linkje zit ook in onze presentatie in. Wij gaan ook elk thema opnieuw als webinar aanbieden in de komende tijd. We gaan een beetje afwachten nu wat de opening van de scholen gaat brengen en zo verder. We waren er al mee gestart. We geven al jaren elke maand 1 webinar. Dus die thema's kunnen misschien ook nog wel terug aan bod komen. Zeker ook het thema feedback krijgen van studenten is hetgeen waar we vrijdag, nu komende vrijdag, als thema hebben gekozen voor de webinar. Omdat het ook weer aanleunt bij het pre-teachen, bij ja, hoe kan je nu allemaal feedback krijgen. Het stukje dat er juist laten zien is met die dashboard, is daar ook al een stuk een antwoord op. Maar er zijn zeer veel andere mogelijkheden om toch wel te weten wat uw studenten willen krijgen. Dus dat is zeker ook een aanrader om eens te gaan bekijken. Als je nog meer wil weten na het volgen van deze webinar, we hebben ook heel wat linkjes opgelijst op het einde, zodanig dat je nog kan gaan verdiepen in hetgeen wat we hier tijdens dit uurtje hebben aangereikt. Ik nodig jullie zeker uit om nog vragen te stellen via de Q&A op dit moment. Als dat later komt en je hebt latere vragen, dan kan je uiteraard die ook nog stellen. En dan zou ik jullie willen doorverwijzen naar Klassement voor Vlaanderen. Je gaat je aanmelden en dan heb je hier ons forum, naast waar we de webinars aankondigen, ons forum. Stel uw vraag daarop. Er zijn ondertussen meer dan 240.000 leden, dus iedereen kan op elkaar daar gaan antwoorden. Wij moderatoren houden dat ook zeker wel een beetje mee in het oog en bekijken ook wel dat we daar kunnen mee antwoorden, maar ook voor jullie een uitnodiging om daar zeker ook op te reageren. Dus dat is nu, maar dat blijft uiteraard ook na coronatijden actief zijn. Thank you.